Dag beste KSVO supporters en sympathisanten. Tijd voor alweer een uitzending van KSVO TV. En vandaag zijn we te gast bij Sharp Insurance Brokers uit Oudenaarde, uiteraard. Ze zijn net verhuisd naar de Dijkstraat en we worden vergast door de drie partners Katrien van den Bulke, Mathieu Klaus en Laurens van Nevel. Laurens, mag ik mij eerst naar jou richten? Kan je ons in 1 à 2 minuutjes uitleggen, hoe ziet de historiek van Sharp eruit? Ja, Sharp heeft een heel lange historiek. Hè. Sharp is begonnen van Waalden toe. Is begonnen in 1972. Dus daar is Paul van Waalden zijn eenmanszaak in verzekeringen begonnen in de Hoogstraat in Oudenaarde. Als een klein kantoortje langs de linkerkant van de Hoogstraat. Hij is daar alleen begonnen met zijn echtgenote. En ja, Paul is jammer genoeg overleden in 2006. En Katrien, mijn echtgenote, en ikzelf hebben het kantoor toen overgenomen. Dus Katrien werkte bij verzekeringsmakelaar E.ON. E.ON is denk ik de grootste in de wereld. Zij was accountmanager in Gent en ik werkte voor KPMG, was actief in transacties, fusies, overnames. Dus een job die eerder fiscaal, financieel gericht was. Dus ik ben dan verantwoordelijk geworden voor levensverzekering, pensioenplanning. Eigenlijk verzekeringen die eerder fiscaal, financieel getint zijn. En Katrien, die juriste, is van opleiding, die ook in de dienst juridische zaken bij Samson uitgewerkt had, heeft dat dan het stukje BOR, de schadeverzekering, voor haar rekening genomen. Mag ik even vragen, waren jullie daarvoor klaargestoomd of was dat eerder op het onverwachts? Wel, wij waren eigenlijk allebei gepassioneerd door onze job, laat het ons zo zeggen. Ik ging heel vaak voor mijn klanten naar Scandinavië, was heel vaak ver van huis. Katrien reed het land rond en wij dachten van, wij werken alle twee hard, veel. Zouden we niet onze krachten bundelen, dan hebben we kans dat we misschien ook onze kinderen nog een keer zien. En dus zijn we gaan zoeken naar een onderneming in de regio waar dat we woonden in Wanneghem-Leden, om in de regio een bedrijf over te nemen. En eigenlijk is het een combinatie van ambitie, maar toch ook in de buurt van onze kinderen willen zijn om ze te zien opgroeien. En daarvoor hebben we ervoor gekozen eigenlijk om zelfstandig te worden en om een eigen bedrijf over te nemen. We hebben meerdere opties overwogen, maar ja, net als ik zei, door het overlijden van Paul van Waalden was dat eigenlijk wel een optie die in ons pad kwam, waar we van dachten, daar kunnen we samen voor gaan. Geleidelijk aan gegroeid, ook een aantal overnames gedaan, Herbries onder andere. Ja. Kunnen jullie mij uitleggen wat Sharp precies doet vandaag? Wat zit er in het pakket? Wat zijn de oplossingen? Zo heb ik het gelezen op de website. Geen verzekeringen, maar oplossingen. Ja. Wat zijn de oplossingen die jullie aanbieden? Misschien al voor de overname van Herbries hebben we nog een belangrijke stap gezet. En dat is een derde vennoot aan boord halen. En dat is Mathieu, die in 2017 bij ons erbij gekomen is. En Mathieu die ook een lange achtergrond had bij de professionele verzekeraars. En dus dat was eigenlijk ook een belangrijke stap. Mathieu, hoe maakt Sharp het verschil? Leg je ons ook misschien uit wat Sharp precies doet en hoe ze het verschil maken? Dat ga ik proberen te doen. Ik denk dat wij vooral het verschil maken door een zeer persoonlijke aanpak. Die natuurlijk ook een ontzorging betekent, want iedereen heeft verzekeringen nodig. Maar niet iedereen maakt er de nodige tijd voor vrij. Hè. Daar komen wij dan in het verhaal. Wat wij proberen te doen is eigenlijk voornamelijk de know-how van een grote nationale broker te combineren met dat persoonlijke, die gedrevenheid en die flexibiliteit van een regionale speler. Een aanwezigheid op schades is daar voor ons zeer belangrijk bij, maar ook een zeer frequente screening van een verzekeringspakket en het laten meegaan van het verzekeringspakket met de noden van de respectievelijke klant en met nieuwe tendensen op de markt. Ik denk dat we daar een vrij groot verschil maken ten opzichte van veel andere spelers. Katrien, ik lees op jullie website ook, SPOC, voor vele mensen misschien een onbekend woord, is heel belangrijk. Ja. Kan je ons eens toelichten waarom dat zo belangrijk is in jullie activiteiten? SPOC komt eigenlijk van Single Person of Contact. Dus dat betekent eigenlijk dat iemand altijd toegewezen wordt aan een dossier en dat is eigenlijk Mathieu of ikzelf voor wat betreft schadeverzekeringen of Laurens of Aniek voor wat betreft levensverzekering. Dat betekent dat één iemand verantwoordelijk is, maar er wordt telkens een dubbele SPOC aangeduid
zijnde de persoon die eigenlijk ook altijd op de hoogte is. Die dus niet het voortouw neemt in het dossier, maar die altijd perfect op de hoogte is. Stel dat een van de twee personen zou afwezig zijn, wordt er altijd gedubbeld. En dan is er altijd een tweede counter, laat het dus zo zijn. Dat maakt een groot verschil in jullie aanpak. Is de persoon die het juiste contact verzorgt als persoonlijkheid, is die ook belangrijk voor jullie als bedrijf? Dat is absoluut belangrijk. Waarom? Ja, we hebben natuurlijk die gedrevenheid nodig. Je hebt enerzijds de single person of contact, maar daarachter staat er een hele equipe klaar en die wordt ook aangedreven door diezelfde persoon. Enerzijds is het klantencontact zeer belangrijk voor die persoon, maar anderzijds heb je daarachter ook een heel thema, een heel equipe nodig die daarachter gedreven wordt. En daarom is dat ontzettend belangrijk dat het contact tussen de klant en de equipe erachter verzorgd wordt door diezelfde persoon. Ja. Maar misschien als ik even mag aanvullen, ik vind het ook zeer belangrijk dat wij van onze kant, wat zoeken wij naar onze klanten toe, dat is eigenlijk ook een zeer lange termijn visie. Wij hebben daarom graag, bouwen wij een relatie uit met onze klanten op lange termijn, want de investering dat wij doen in een analyse van een dossier, dat is iets die zich niet rendeert op korte termijn, maar op lange termijn. En die betrokkenheid die wij zoeken bij onze klanten, die zoeken wij uiteraard ook bij in de omgekeerde weg. Spok, betrokkenheid. Laurens, betekent dat dat jullie bewust ook niet te groot willen zijn? Ik denk op dit moment 24 medewerkers. Ja, ik denk dat we 26 zijn inderdaad op dit moment. Goh, wij willen vooral scherp zijn. We zijn sharp en wij willen scherp zijn. Dus is dat groot? Ja, graag. Maar niet zodanig groot dat we die scherpheid verliezen. Dus dat is ons punt. Lijkt dat Mathieu zegt, de combinatie, wat hebben wij nodig? We hebben een bepaalde schaalgrootte nodig. Want als je die schaalgrootte niet hebt, dan heb je de knowledge niet in huis. Dan kan je de kennis niet in huis gaan. Dus je hebt die schaalgrootte nodig om voldoende scherpe mensen te hebben. Maar langs de andere kant willen we uiteraard ook die betrokkenheid met de klant niet verliezen. Ja. We willen zijn verhaal kennen, we willen zijn verhaal begrijpen en we willen daar de gepaste oplossingen voor maken. En die drie dingen kan je pas doen als je betrokkenheid hebt, als je die dossiers van die klant kent. En supergrote makelaars worstelen daar wel nog eens mee dat ze die betrokkenheid verliezen. Ik denk dus niet dat de hoegrootheid zo belangrijk is, maar het is de filosofie, het is het DNA die belangrijk is. Ik zei vandaar de gevleugde uitspraak van Luc van Nevel, erevoorzitter. Big enough to matter en small enough to care. Voilà. Ja, okay. En dat is eigenlijk wat je daaruit moet begrijpen, is 1. Kennis in huis hebben, ja. Maar zorgen dat die betrokkenheid niet verliest. Dat is eigenlijk contact met het Nederlands een beetje samengevat. U zei daarnet, scherp blijven. Is dat de reden waarom jullie nu sharp noemen? En wat is het belang van de nieuwe naam en de nieuwe locatie? Of hebben die niks met elkaar te maken? Ik ga beginnen met de naam. De naam is er gekomen omdat wij een naam zochten die de lading dekt. En uiteraard, Van Waalden had zijn naam en had historische betekenis en de regio zeer gekend. Hè. Dus we hebben daar enkele jaren mee gewacht om die stap te zetten. Maar nadat Mathieu ons vervoegde, ons team, en nadat we Herbrichs hadden overgenomen, dekte de naam minder en minder de lading. En in plaats van een van onze familienamen te gebruiken, zijn we op zoek gegaan naar iets kort. Iets dat de lading dekte. En we zijn op sharp uitgekomen. Mooi. Ik vind het heel mooi klinken. Proficiat daarvoor. Er zijn de afgelopen jaren natuurlijk heel wat dingen gebeurd in de wereld, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Brexit, corona, de oorlog in Oekraïne. Heeft dat nu effect op hoe mensen met verzekeringen omgaan? Heeft dat een effect? Gaan mensen de zaken anders gaan bekijken daardoor? Verzekeren ze zich anders? Goh, ik weet niet of dat onmiddellijk een direct effect heeft op veel zaken. Maar indirect wel. Ik denk dat er door corona redelijk wat bedrijfsleiders weer wat meer op hun zaak hebben gezeten. Misschien wat meer dan vroeger, meer in de details. Waardoor dat verzekeringen ook weer aan bod zijn gekomen. We hebben ook, zeker nu met de problematiek in Oekraïne, een zeer grote problematiek van prijsstijgingen. Waardoor dat natuurlijk de vinger aan de pols houden en alles wat brandverzekeringen betreft wel niet onbelangrijk is. Maar wat je zeker kan zeggen is dat er door alles wat er gaande is, een serieus verhardende markt is naar maatschappij toe. Dat zijn dan eigenlijk onze leveranciers waarbij wij de oplossingen zoeken voor onze klanten.
Dus die negotiaties zijn er niet op vereenvoudigd. Dat is zeker een feit. En ik denk dat we ook de laatste jaren van een continue prijsdaling in verzekeringen nog altijd naar een absoluut stagnerende markt aan het gaan zijn, om niet te zeggen naar een stijgende markt, zeker voor een aantal type risico's. Als ik daar nog even mag op inpikken, er is ook een enorme grote consolidatie geweest, zoals zowel bij makelaars als bij maatschappijen, wat betekent dat de krapte qua capaciteit gekrompen is, ook bij de leveranciers. Dus vandaar dat het belangrijk is dat je eigenlijk groot genoeg bent om dan met heel veel maatschappijen te kunnen onderhandelen, zodanig dat je eigenlijk de volledige portefeuille kunt coveren van de bestaande klant. Door die consolidatie is die krapte er gekomen en is er niet altijd voldoende capaciteit op de markt beschikbaar. De wereld van de verzekeringsspelers, zal ik maar zeggen, wordt altijd maar professioneler. Dat is ook een van de redenen waarom jullie wel moeten groeien. Maar hebben jullie ook tips voor bedrijven in de omgeving? Ik ga niet zeggen, maak reclame voor Sharp, daar komt het niet op neer, maar wat zouden ondernemingen nog beter kunnen doen in de toekomst om zich op een betere manier te gaan verzekeren? Steken ze er bijvoorbeeld voldoende tijd in? Belangrijk is dat ze effectief af en toe eens een check-up doen qua audit dan, van zijn we eigenlijk, eens keer kijken van welke nieuwe tendensen zijn er. Om je maar een voorbeeld te geven, het cyberverhaal. Ik denk dat alle ondernemingen nagenoeg daarmee in confrontatie komen. Cyberverzekering heeft absoluut zijn belang. Waarom? Je hebt onmiddellijk toegang tot alle mogelijke kanalen om de problemen te vermijden. Want iedereen is computergelinkt en dergelijke. De impact op de onderneming hangt ervan af in welke sector het zit. Maar dat het zijn belang heeft, is zeker zo. Algemeen gezien is het sowieso belangrijk om een keer een audit te doen van met welke risico's. Welke risico's heb ik, welke risico's ben ik bereid om zelf te dragen en welke wil ik externaliseren naar verzekeringsmaatschappijen. Ik denk dat dat de grootste tip is. En daar effectief een goede intake, zodanig dat de makelaar op dat moment inzicht heeft van welke risico's kan en wil de onderneming dragen en welke zouden kunnen van cruciaal belang zijn voor de toekomst en van de onderneming. Ik denk dat daarbij zeer belangrijk is, en dat is een zeer moeilijk verhaal in verzekeringen, dat is proberen transparantie te geven. Voor wat ben je nu verzekerd en voor wat ben je niet verzekerd? Want zolang dat een bewuste keuze is en je weet voor wat je niet verzekerd bent en voor wat je wel, als er dan iets gebeurt, dan is dat ook vrij duidelijk. Dan kom je niet tot verrassingen. Hè? Dat is net de bedoeling. Een goede makelaar probeert te zorgen om transparantie te geven van kijk, dat zijn al je risico's, voor die ben je verzekerd, voor deze niet. En dan zijn dat bewuste keuzes dat je maakt, waardoor dat de verrassing minder hard komt. Ja. Hè? Dus ik denk dat dat een van de moeilijkheden is in onze sector, maar ook een van de uitdagingen. En waar dat je dus ook een vrij groot verschil kunt maken als je dat doet. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort risicoanalyse, maat op maat gemaakt van je bedrijf, en die dan in verzekeringen wordt omgezet. En daar sluit dan bij aan dat wij nooit of zelden met standaardpolissen werken, maar altijd met polissen die op maat gemaakt zijn voor de type activiteit van onze klanten. Met speciale clausules, met speciale zaken erbij ingevoegd. Laurens, jullie zijn sinds 2007 dus bezig, samen met Katrien. Hoe ziet de lange termijn eruit? Hebben jullie een plan voor de lange termijn? Maar hebben wij een plan? Ja, wij weten dat kennis alsmaar belangrijker zal worden. Katrien heeft het al aangehaald, consolidatie in de markt. Je weet, vroeger bestond dat, hè, de leraar of een ander beroep van iemand die als bijberoep verzekeringen deed. Dat was schering en inslag, dat bestaat niet meer, dat is weg. Waarom? Omdat er meer en meer kennis gevraagd wordt. Dus wat dat wij gaan doen is de komende jaren ons kennisarsenaal uitbreiden. Daar verder op werken. Daarvoor hebben we natuurlijk mensen nodig. Dus als je mensen nodig hebt, dan moet je dat spreiden over een groter portefeuille, moet je groeien. Dus dat is absoluut onze doelstelling. En wij zien externe groei door een overname. Dat kan, absoluut. Een goede overname, daar kijken wij steeds naar. Maar wij zien ook interne groei. Onze klanten die tevreden zijn, die ons als referentie doorgeven aan hun collega's, vrienden, ondernemers, dat gebeurt vrij vaak. Dus ook interne groei vinden wij belangrijk. En we zijn dus verhuisd naar onze nieuwe locatie en die nieuwe locatie laat groei opnieuw toe. Want de vorige locatie was een toplocatie waar we heel graag zaten, waar onze mensen ook heel graag werkten, maar ja,
We konden daar niet groeien, dus hebben we voor een nieuwe locatie gekozen. En ook hier is de feedback van de mensen en van de klanten heel positief. Dus we zijn blij dat we opnieuw kunnen groeien. Ja. We peilen ook graag eens naar de persoon achter de ondernemer, zal ik maar zeggen. Een persoonlijke vraag, je hoeft er niet op te antwoorden, maar wat bezorgt jullie slapeloze nachten? Wanneer slapen jullie niet goed? Ik slaap niet goed als ik denk aan ja, de toekomst. Hoe gaan wij de juiste mensen vinden? Dat is eigenlijk een beetje van de lange termijn het probleem wat ik nu zie. Ik zie geen probleem in cliënten en ik zie ook geen probleem in de leveranciers. Ik bedoel, daar is werk aan en dat komt goed. Zaken als gebouw, dat kun je oplossen. Maar mensen vinden, dat is een heel moeilijk verhaal aan het worden. En daar kan je wel eens een paar uurtjes van wakker liggen. Dat gebeurt vaak, ja. Nog iemand die zijn slaap... In alle eerlijkheid, ik kan me dat perfect... De leveranciers hebben wij goede relaties mee. Dat ligt aan ons. Ja, dat is uiteindelijk ons rol. Onze klanten hebben wij ook goede relaties mee. Dat ligt ook aan ons. Jongeren aantrekken, dat wil ik echt doen. Wij combineren ook in onze human resource politiek jongeren en terzelfde tijd ook ervaren mensen, zodanig dat zij aan elkaar, van elkaar kunnen leren. En wat dat de dag van vandaag, en ik denk dat we daar niet als enigste staan qua ondernemers, we worden geconfronteerd met een hybride structuur. Jongeren die meer en meer willen van thuis werken, ouderen die dat minder gewend zijn. En ergens voor een stuk moet je daarin meegaan. Maar ik denk dat we daar vrij snel, dat we daar redelijk goed kunnen op inspelen. Maar dat zijn uitdagingen. Ik zeg niet dat ik er wakker van lig, maar het zijn uitdagingen en je moet er bewust van zijn. Ja. En het imago van het bedrijf? Ik kan mij niet voorstellen dat dat niet belangrijk is voor jullie als je een naamverandering doet op deze manier. Hoe belangrijk is die marketing en die sponsoring in het algemeen voor jullie bedrijf? Voor mij is sponsoring ons deeltje in ons maatschappelijke rol. Ik zie dat eerder naam bekend is uiteraard belangrijk. Maar het is ook een stukje uw maatschappelijke rol opnemen. Ik heb het al gezegd, Guido, voor mij de belangrijkste reden waarom dat de KSV wil sponsoren is zijn jeugdwerking. Het gaat mij niet om die eerste ploeg, het gaat mij vooral om de jeugdwerking. Dat mensen van de voetbal hun rol opnemen om kinderen... niet alleen sportief te laten bezig zijn, maar ook hun verantwoordelijkheid leren nemen. Ja. Op tijd ergens toekomen, uw gedrevenheid, uw betrokkenheid tonen, uw verantwoordelijkheid leren nemen. En als je dan later de arbeidsmarkt op gaat, en je kan die dingen al, dan sta je al veel verder dan bepaalde van uw collega's. Dus dat is een beetje de rol die ik zie. En ik vind dat wij daar als bedrijf ook onze rol mogen in spelen door dat financieel te ondersteunen. Mathieu, voetbal. Wat betekent voetbal voor Sharp? Een hele moeilijke vraag natuurlijk. Maar ik weet dat je toch een voetbalachtergrond hebt. Ja. Hoe kijk je naar het voetbal vandaag? Wel, eerlijk gezegd, ik ga mij nu niet populair maken, maar minder en minder. Voetbal was vroeger een vrij groot deel van mijn leven. Dat is omwille van allerlei zaken, blessures en dergelijke. Niet dat mij dat zo genekt heeft in mijn carrière, maar gewoon minder en minder belangrijk geworden. Ik volg het van op een afstand, eerlijk gezegd. Ik kan mij nog niet populair maken. Het is zeer lang geleden dat ik nog naar Oudenaar en naar de voetbal geweest ben. Maar ik geloof dat ik er in de toekomst wel een keer werk van zal maken. We gaan u op nemen. Dat mag. Maar je kent iets van voetbal. En Laurens ook, want we zijn regelmatig. We zien elkaar toch regelmatig ook op onze Club 81, waar je regelmatig op aanwezig bent. Hebben jullie tips voor KSV Oudenaar als club in deze regio? Ja. Als het over voetbal gaat, ga je van mij weinig tips krijgen, maar wat voor mij, uw maatschappelijke rol blijven opnemen, weten dat dat de jeugdwerking, dat meer inclusief gaat werken daar. Ook niet altijd alleen de toptalenten verzorgen, maar iedereen kansen geven, dat vind ik echt wel belangrijk. En dat wij, en dat doen jullie ook, hè, het ondernemerschap, als je dat kunt een beetje verenigen, samenbrengen onder de vlag van de voetbal, dan moet je die kans zeker niet laten liggen en dan moet je dat zeker doen. Absoluut, dat is inderdaad ook onze bedoeling. Ik maak van de gelegenheid gebruik om rond die jeugd nog iets te zeggen, misschien voor jullie die het iets minder volgen bij KSV Oudenaar. Wij hebben 350 jeugdspelers en uiteraard is het de bedoeling om die spelers zoveel mogelijk kansen te geven op een behoorlijk niveau. Daarnaast hebben wij absoluut de ambitie om zoveel mogelijk van die eigen jeugdspelers kansen te geven in ons eerste elftal. De helft van onze kern is bevolkt met zelf opgeleide spelers, die we op die manier toelaten om een beetje ambitieus te zijn.
Jonge mensen moeten verantwoordelijkheid nemen, ze krijgen een stuk opvoeding, maar mogen ook een bepaalde ambitie hebben. En als ik een tip mag geven, de beste mensen om aan te werven zijn mensen die in een collectieve sport aanwezig zijn geweest, of actief zijn geweest. Dat in die zin dragen wij ook een stukje bij, proberen wij een stuk bij te dragen in het ontwikkelen van die jonge mensen, maar ook ja, toch hun droom een klein beetje waar te maken. Ze spelen niet bij Manchester City, ze spelen misschien wel bij het eerste elftal van KSV Oudenaarde en dat heeft toch ook, kan ook een belangrijke maatschappelijke waarde. Absoluut. Maar ik wil hier afsluiten en ik wil namens de club en zeker ook namens onze voorzitter Kurt van de Putten, die zich laat verontschuldigen vanavond, wil ik jullie en zeker Laurens, die we vaker ontmoeten, van harte bedanken voor de jarenlange trouwe sponsoring. En het feit dat jullie al jarenlang een steentje bijdragen tot de ontwikkeling van die club, van onze club. We zijn daar heel dankbaar voor. En we hopen jullie alle drie in de toekomst eens op de club te mogen verwelkomen. En dan gaan we proberen samen te genieten van een leuke avond. Nogmaals, dank u wel en veel succes met Sharp in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel.